Hé, hey, ik heb nog iets heel tofs aan je te laten zien. Afgelopen week mocht ik niet alleen de kine klank in mijn klas testen, maar ook de nieuwe Augmented Reality puzzels van Educo. Dit zijn de bestaande powerpuzzels met stoere voertuigen erop, die uh, zijn omgeturnd tot virtuele hoogstandjes eigenlijk. Kijk, ik heb het met de kinderen in de klas gedaan en als eerste haal je de puzzel eruit, dan zit er een vignet in. Deze scan je met de app en dan begint het puzzelen. De kinderen gaan echt fysiek met de puzzel aan de slag en worden uiteindelijk beloond met extra spelletjes en een verhaal bij de puzzel. Ook zien ze de puzzel echt tot leven komen in de klas. Door de camera zie je dat de puzzel rechtop komt te staan eigenlijk. Het is net als met bijvoorbeeld Pokémon Go: dat je dingen in de werkelijkheid ziet die je alleen door een tablet. Kunt zien. De kinderen vinden het fantastisch om nu die puzzels te maken. Ze worden namelijk beloond met allemaal extra's waar ze ook nog eens van leren. Zoals bijvoorbeeld een verhaal waar ze naar kunnen luisteren, een woordenschat oefening, een schrijfoefening, filmpjes over wat er gebeurt bij deze puzzel en ook nog een leuk spel om bijvoorbeeld de vormen te oefenen. Nou, mocht je deze puzzels al in de klas hebben, dan is er nog een voordeel. Want je kunt namelijk de vignetten straks gratis downloaden en in jouw puzzels plakken. Op deze manier kost het je niks extra, want de app is gratis te downloaden in de App Store. Ik vind dit nou echt een geweldige toevoeging aan de bestaande lesmaterialen en het gebruik van een tablet. Kinderen zijn extra gemotiveerd om te gaan puzzelen en worden ook nog eens beloond. Wat wil je nou nog meer? Ik vind in ieder geval. Dat je deze puzzels in de klas moet hebben. Daarnaast zijn de kineklanken ook een echte aanrader. Ook die heb ik deze week uitgeprobeerd in de klas. Kijk maar naar mijn review.